De tweede groep personen die in Nederland gestrand was, de zogenoemde repatrianten, keren vandaag terug naar Suriname. De SLM-vlucht met 307 inzittenden is intussen geland op de Johan Adolf Bengel luchthaven. Dit aantal is inclusief het vliegtuigpersoneel. Inchecken en instappen zijn goed verlopen met inachtneming van de COVID-19 veiligheidsregels. Het COVID-19 managementteam heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze vlucht wordt uitgevoerd. Op deze vlucht zitten voornamelijk personen die op 14, 15, 16 en 17 maart naar Suriname zouden terugkeren. Ook is zoveel mogelijk rekening gehouden met vrouwen met kinderen, personen die onder medische behandeling zijn of medicatie nodig hebben, en senioren burgers. De in Nederland gestrande burgers zullen, zoals alle andere repatrianten, na aankomst ook verplicht in overheidsquarantaine gaan. De eerste groep repatrianten is afgelopen dinsdag uit quarantaine gegaan. De hotels waarin ze verbleven zijn intussen gereinigd, in afwachting van de tweede groep.